Ik denk dat wij als Vlaamse Waterwegen dat wij een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van burgers, ten aanzien van maatschappij, om net met die waterwegen het verschil te maken in de toekomst. Wel, zo'n forum belicht eigenlijk de problematiek nog eens op een namiddag met alle stakeholders, zowel de binnenvaart, de overheid, de publieke sector en uiteraard de aannemers. En ik denk dat op zo'n forum eigenlijk iedereen nog een keer het in het licht wordt gehouden om absoluut aan klimaat, duurzaamheid en het milieu te werken. Een initiatief als vandaag is belangrijk omdat er in verschillende sectoren wel expertise en kennis aanwezig is. En het is door die samen te leggen en elkaar te bestuiven dat men tot nog betere oplossingen komt. Ik heb nog altijd de indruk dat niet iedereen overtuigd is dat we snel en efficiënt vooruit moeten. En dat daar de nodige energie en middelen zullen moeten voor vrijkomen. De jeugd zal de zware gevolgen dragen van de klimaatverandering. De oudere generatie zal daar minder last van hebben, want de gevolgen daarvan zullen zich maar uiten in de komende decennia. Wat ik daarvan onthoud is dat we eigenlijk de jongeren moeten aanzetten om te kiezen voor een beroep in de bouwsector en in de waterbouw om eigenlijk mee te werken om het probleem van het klimaat aan te pakken. Ik denk dat er is geen keuze. We moeten het tij keren, dus we moeten het doen en we kunnen het ook doen, maar essentieel ervoor is samenwerken. We kunnen het nooit alleen doen. Eén sector kan het niet alleen doen. De binnenvaart kan het niet alleen doen. Academici kunnen het niet alleen doen. De energiesector kan het niet alleen doen en zo verder en zo verder. Dus die samenwerking is absoluut essentieel. Wel, CIFAR die ontwikkelt technologie om de efficiëntie van de bemanningen te verhogen. Dat wil zeggen, we centraliseren bemanningen in een controlecentrum en sturen schepen aan op afstand. En zo kunnen we er onrechtstreeks voor zorgen dat de vlootcapaciteit in de binnenvaart kan groeien. Ik had niet verwacht dat we de trofee gingen winnen. Maar zoals gezegd, en net ook, het is een enorme erkenning voor de samenwerking tussen de Vlaamse Waterweg, de scheepseigenaren waarmee we samenwerken. En het bedrijf, het team CIFAR, in zijn geheel. Ja. Voor ons is het duidelijk dat de Vlaamse Waterweg een zeer belangrijke rol speelt als katalysator, als connector tussen bedrijven en partners die vandaag volop inzetten om de problemen van de klimaatverandering op te lossen.